Vandaag hielden de leerlingen van Stedelijk College Eindhoven een flashmob in de stad ter gelegenheid van 20 jaar tweetalig onderwijs. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen? Het idee was, het moet makkelijk uitvoerbaar zijn, want we hadden niet veel tijd. Leerlingen hadden de week hiervoor toetsweek. En toen dachten we, heel simpel, gewoon bouwstenen. Want de TTO is ook 20 jaar geleden heel klein begonnen, met één klein doosje, zeg maar. En nu staan er 10 bij 6, 60 dozen. Dus in die 20 jaar zijn we enorm gegroeid. En dat kunnen we ook zo laten zien. Waarom in de stad? Ja, je moet een plek zoeken waar heel veel mensen komen. We kunnen het hier wel op school doen, maar dan zien alleen de leerlingen het. En ja, we willen ook andere mensen laten zien. Wordt er nog anders aandacht geschonken dan 20 jaar bestaan van tweetalig onderwijs? Zeker wel. Wij doen heel veel projecten in het buitenland. En we hebben al jaren een hele goede samenwerking met een paar projecten in Peru. En de brugklasses die lopen altijd met de sponsorloop geld op te halen voor dat project. En wat wij nu nog gaan doen is tijdens de open dagen en de periode daaromheen gaan we loodjes verkopen. En door die loodjes te verkopen halen we geld op waarmee wij in Peru weer onderwijstijd kunnen kopen voor de kinderen in Cusco. Dus het is eigenlijk, je geeft een loodje en je koopt daarmee onderwijs voor een arm kind in Peru. En misschien win je wel de hoofdprijs van 1 jaar gratis onderwijs voor je eigen kind. En wat betekent 20 jaar TTO voor onze school? Dat we daar geweldig trots op mogen zijn dat iets wat begonnen is voor de VWO-leerlingen en dan nog een heel klein groepje ook, want de eerste jaren waren het er misschien 5 tot 10. We zijn uitgegroeid naar 4 TTO-klassen in de bovenbouw per jaar in het VWO. We hebben ook 2 klassen HAVO en we hebben nu zelfs ook een pilot lopen voor de MAVO. Dus we krijgen echt een heel volledige TTO-school. Dus in die 20 jaar zijn we van een heel klein kiempje uitgegroeid tot een onderwijsvorm die niet meer weg te denken is ook eigenlijk in Eindhoven. En we zijn de enige grote school in Eindhoven met tweetalig onderwijs, met zo'n lange traditie. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. We'll be right back.